Hoi, Petri. Ik wou het niet doen, maar doe het toch. Ik heb eventjes... We hebben allebei even gekeken naar de persconferentie. Dat heeft, omdat wij binnenkort willen wij iets gaan plannen. We willen het land in. Dus even testen, even voelen. Welke kant gaat het op met het beleid van onze regering? Wees natuurlijk wel, horeca, die moet controle doen. Oké. Niet, in die zin niets nieuws onder de zon. Echter, ik heb voor het eerst weer sinds een hele lange tijd dus gekeken naar Peppy en Kokkie. En wat er vanavond gebeurde, dat is ronduit gevaarlijk wat er vanavond is gebeurd. En ik moet dat zeggen, dus dan zeg ik er ook gewoon. Wat er vanavond is gebeurd en meerdere keren is gezegd dat de kleine groep, de 1,8 miljoen, dus we zijn met vele malen meer, mensen meer. He? Die verpesten het voor de massa. Dankzij ons, de ongevaccineerden, de wappies, de ontkenners. He? Wij zijn geen ontkenners, maar goed, volgens hun. Moet er dus nu... Ja, ze hebben geen andere keus dan die toegangscontrole maar te doen. En de overheid gaat het niet doen, de ondernemer moet het doen. Maar daar komt extra geld voor. Gelukkig. Hey, de gemeenten krijgen daar extra geld voor. Nou, dan mag jij 3 keer raden wat daar gebeurt. Er wordt een blik boa's opengetrokken straks. Zoals ik dat vanmiddag al in die andere video heb aangegeven. Ik denk dat dat gaat gebeuren. En die horecaondernemers op een of andere manier zullen wel. Ze komen er onderweg. Wat er gebeurt. En ik ben gewoon boos. Dat het überhaupt zo ver komt. Af en toe kijk ik ook even op de telefoon. Ik ben aan het contact met Danielle. Dit is een kat in het nauw. Wat er nu gebeurt. Wat we nu zien. Het framen van de kleine groep ongevaccineerden. Volgens hun is er een vaccinatiegraad van 85%. Wat lul je dan? Want dan is de groepsimmuniteit. Zoals je die graag zou zelf willen. Is al lang bereikt. Dus wat lul je dan? Wetswijziging. Klein dingetje. Gaan we ook. Dit is gevaarlijk. Dit is wat er nu gebeurt. En ik blijf hoog in je energie. Ja, doei. Dikke doei. Dit is gevaarlijk. En mensen moeten zich daarvan echt van bewust zijn wat er nu gebeurt. De kleine groep. Er is een hele kleine groep. Volgens de overheid. 1,8 miljoen mensen. Die zijn niet gevaccineerd. En hebben dus ook geen weerstand opgebouwd. Hoe de fuck weten zij nu of ik weerstand heb opgebouwd of niet? Daar weten ze geen ene drol van. Ik zeg het je. Ik heb vaker gezegd. Ik weet 100% zeker dat ik begin vorig jaar die ziekte al heb gehad. En ik was er echt een weekje strontziek van. Maar goed, daar genees je van. En dan heb je opgebouwd. Weerstand opgebouwd. En ik hoorde laatst van een arts. Als je het hebt gehad en je bent weer beter. Dan ben je ook beschermd tegen al die andere varianten. Ik weet niet tegen hoeveel varianten ben je dan beschermd. Maar. Kul. Gevaarlijk wat er nu gebeurt. Framing van de ongevaccineerden. Volgende, ze gaan de wet gaan ze wijzigen, want een werknemer mag normaal gesproken, werkgever mag niet verwachten van zijn werknemer dat hij gevaccineerd of getest of wat er moet worden. Hij mag het niet eens vragen, behalve voor de zorg. Ja, want daar werken we met de kwetsbaren. Daar zijn ze mee bezig om die zorg, om die wet daar aan te passen. Dit is het begin. Daar laten ze never nooit meer los. Het begint met de zorg, want dat zijn zogenaamde kwetsbaren, want daar deden we het allemaal voor. En dan gaan we over naar de andere. We gaan steeds verder. Voor mensen die denken dat we er bijna zijn, ik weet het niet, maar goed, ik praat voor eigen parochie, dat weten jullie ook niet. Kul. Dit is het begin. Ik zeg het je, dit is een kat in het nauw. Die maakt rare sprongen en nu gaan ze er vol met een gestrekt been in. Zogenaamd geven ze houden die 1,5 meter, halen ze eraf. Hè, want dan mag je blij zijn. Fuck you, overheid. Want die 1,5 meter was er al weken, maanden af. Ik weet niet beter dan de meeste mensen. Helemaal in het begin kon je de mensen bang maken met je 1,5 meter gedoe. Maar dat is al maanden niet meer zo. Dit is gewoon kul. Dat hebben ze gezien. En hebben ze gezegd, dan halen we dat eraf, maar dan pakken we dat weer. En dat is wat ze doen. Ze geven een beetje en ze nemen nog veel meer. En heel normaal, heel voorzichtig is het normaal. Het is normaal. Ach, gelukkig. We kunnen weer naar het terras. Je hebt dus geen verplichting, hè?
Dus je hoeft je niet te laten vaccineren, hoor. Dan laat je je maar testen. Als je net eraan. En je moet niet zeuren, want het is gratis. Die test is gratis. Artikel 1, Nederlandse grondwet. Ja. Mensen, oppassen nu. Oppassen nu. Nu gaan we de laatste fase. Voor de mensen die niet gevaccineerd zijn, wees sterk. Hou je rug recht. Verbind je met mensen. Zoek je informatie. Voel je sterk. Wees dat je sterk staat. Wees dat ze het niet kunnen verplichten. Voor degene in de gezondheidszorg, jullie gaan het moeilijker krijgen. Dat geldt ook voor ons. Je gaat het moeilijker krijgen. Ze gaan het proberen. Ze gaan het echt proberen. Maar verbind je. En massaal. Want wat hier gebeurt is gewoon, dit is gewoon pure dictatuur. Hey, daar hebben we het al een poosje over. Helder, bladibladibla. Maar nu zie je het. Ik zeg het nog één keer. Een kat in het nauw. Daar stonden ze. Peppy en Kokkie. Met een uitgestreken bek. Welke waarde? Dit is niet mijn meest vriendelijke video. Maar het zal mij jeuken. Maar het moet wel gezegd worden. En het is de tijd om. In die zin is het tijd om op te staan. Voor iedereen. Verbind je. Verenig je. En zeg nee tegen je werkgever. Zeg nee tegen de horeca als ze willen gaan testen. Zeg nee tegen ieder bedrijf als ze willen gaan testen. Zeg tegen zo'n wedstrijd, alle professionele wedstrijden. Zeg nee tegen een evenement als ze willen gaan testen. Hoe het met de amateursport zit, dat heb ik nog even niet genoemd, want ik had alweer genoeg gehoord. Maar professionele sporters, dat moet allemaal getest worden. Ook festivals, ik had gehoopt dat festivals er nog even bij een of andere manier bij weg konden komen. Maar dat is ook niet zo. Het is allemaal testen. Testen, testen, testen. Je moet die QR-code laten zien. We zitten nu echt in de eindfase. We gaan het zien. De aanval is nu open en bloot ingezet door de overheid op de ongevaccineerden. Wij zijn de schuldigen. Wij zijn de spreekwoordelijke Joden van de Tweede Wereldoorlog. Oh Peter, dat kun je niet doen. Bla bla bla. Fuck you. Leer van de geschiedenis. Hoe is dat gegaan toen met de Joden? Je moet ervan leren. Ik zeg niet dat ik een Jood ben. Maar wat er nu gebeurt, is het equivalent van wat er toen gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. En degene die heeft meegemaakt, die zal het beamen. En achteraf kennen we de spreuk. Wir haben es nicht gewusst. Fuck you. Fuck you voor degene die dat nog nu opzegt. Fuck you voor iedereen die nu meegaat in het testbeleid. Meegaat in de controle. You. Dus dat. Morgen. Morgen wordt een prachtige dag. Maar vandaag laat het er even bij. Hey, hoi.